Hallo en welkom bij het jeugdjournaal van RTV Losse met deze week Pronk of Pruttel en opening koningsspelen. Pronk of Pruttel. Het bestaan van het zevende generatie boerenbedrijf van de familie Takkamp staat op het spel, mede door het gebrek aan opvolging en regelgeving. De oudste, conservatieve zoon Hendricks heeft zijn overleden vader Jacob op het sterfbed belooft voor moeder en de boerderij te zorgen. De middelste zoon Harry wil de boerderij nu verkopen. De jongste zoon Hubertus is op de biotour om de boerderij toekomstig bestendig te maken. Boer Takkenkamp is van de harde hand en al langer slechthorend. Buurvrouw Marie staat er alleen voor met twee kinderen en heeft een zwak voor Huub, die dit helaas niet in de gaten heeft. Als op een avond een bekende presentatrice, Nelke, op tocht van haar tv-programma Pronk of Pruttel met haar manager Marita een auto-ongeluk krijgt, worden ze door de broers gered en behandeld op deze boerderij. Deze gebeurtenis zorgt voor een zeer verrassende omwenteling. Nelke ziet haar unieke kans om haar comeback op tv te maken, als ze ter plekke een zeer waardevol en interessant cultureel ontwerp ontdekt, waarvan de bewoners geen enkel vermoeden hebben. Om haar doel te bereiken, bewerkt de sneeuwe Nellekes de naar liefde hunkerende argeloze broeders die nog nooit wat met een vrouw hebben gehad. Vreemd is echter dat steeds rond de sterfdag van Jacob onnatuurlijke mysterieuze zaken op de boerderij plaatsvinden. Met de hulp van de buurvrouw Hannekes, de nieuwsgierige postbode en haar kinderen krijgt dit verhaal een verrassende ontknoping. De plattelandscomedy vol met Twentse humor, kortom een avond van lachen en genieten met de bekende toneelvereniging de Rommelpoet Oetlosse. Opening Koningsdag. Koningsdag werd om 10 uur zaterdagochtend geopend met muziek en vlaggen hijsen. Ook was RTV Losse hier en hier volgt een korte reportage. Koningsdag 2024 en het is een mooie traditie dat de muziekvereniging Excelsior, ik piep een beetje, de muziekvereniging Excelsior elk jaar plichtsgetrouw hier komt om een obade te brengen aan de nieuw gedecoreerde. En dit jaar zou ik ze ook even voorstellen aan u, van links naar rechts, mevrouw Snippert, de heer Nieland, de heer Luther Velders, de heer Hering, mevrouw Pasveer en vorige week heeft meneer Pitt ook een onderscheiding ontvangen. Dus dan weet u dat. En dan krijgt u allemaal eerst een bloemetje van het Oranje Comité. Burgemeester Kok voor een openingswoord. Goedemorgen allemaal. Kom dichtbij je staan. Ik vind dat jullie het geweldig hebben gedaan. Excelsior, prachtig. Hoe mooi is het dat we dat nog in Lotser hebben. Muzikale omlijsting voor een bijzondere dag. Dit zijn inderdaad de gedecoreerden van dit jaar. Maar er staan heel veel gedecoreerden, ook van de jaren hiervoor. En Koningsdag is wel een echte mooie traditie in Lotser.
Het is ook wel een beetje voor de kinderen. En ik zie heel veel kinderen. Zijn jullie een beetje, vinden jullie het spannend of valt het nog wel mee? Valt nog wel mee volgens mij. Heel veel vrijwilligers hebben vandaag ook weer het beste beentje voorgezet. En ik kijk heel even, de brandweer staat daar. We hebben hier natuurlijk gewoon de padvinders, de tijdstichting. Maar niet te vergeten, Ron Oranje Comité. Dankzij jullie maken jullie dat ieder jaar weer mogelijk. En ook wel een applausje voor jou en voor jouw team. Applaus voor het Oranje Comité. En dan geef ik jou meteen weer het woord. Ik hoop maar even dat het hele staan voor het gepiep. Het is een bijzondere Koningsdag, omdat deze Koningsdag op zaterdag valt. Hebben het centraal management Losser, de ondernemers en de Oranje Comité de handen in haar ingeslagen. Dus nu een gezamenlijke boerenmarkt en de kinderspelletjes zijn er. In de plaats van tot 1 uur gaan we tot 4 uur door vanmiddag. En dat is zoals de burgemeester ook al memoreerde, niet mogelijk zonder de vrijwilligers. En niet alleen een applaus voor het Oranje Comité, maar ook voor alle vrijwilligers van diverse verenigingen die hier belangeloos aan meedoen. En zometeen gaat de burgemeester het festijn openen. En dat doen we altijd aan de hand van het Wilhelmus en de vlaghijsen. Zullen we dat dan maar doen, Excelsior? Dit was het jeugdjournaal van RTV Losser. Tot de volgende keer. Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losser met deze week. Op vrijdag 26 april was er weer een lintjesregen. De boerenmarkt en de koningsspelen was een zeer groot succes. De lintjesregen. Op vrijdag 26 april was het weer zover, de lintjesregen. Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden 7 personen in het zonnetje gezet. 6 inwoners van de gemeente Lossen werden benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. 1 inwoner werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Kok overhandigde de onderscheidingen. De genomineerden zijn de heer Lute Velders, de heer Tony Morsink, de heer Peter Herink, de heer Nico Weda, mevrouw Ans Langen-Peters, mevrouw Fanny Pasveer-Hubers en mevrouw Truus Snippert-Welman. De heer Peter Herink is ridder van Oranje-Nassau geworden. Hierna volgt een korte samenvatting en een uitgebreide versie met motivatie kunt u vinden op youtube.com/rtv-losser. Thank you.
Goedemorgen allemaal. Wat een bijzondere dag. Feestelijke zaal. Verbaasde mensen. Met de toekomstig gedecoreerde al koffie gedronken, maar ik merk wel dat de smoesen allemaal goed gelukt zijn. Tot en met wel van God, er zit een vlek in de broek, die moet je even uitdoen. Doe even een andere broek aan. We maken er een gezellige dag van. Maar het is een bijzonder moment. Is iedereen er klaar voor? Gaan we beginnen. De eerste die ik graag naar voren wil vragen is Tony Morsink. Als een beetje zo rechts naast mij gaat staan, is dat prima. Kan iedereen je zien. Tony, een bekend gezicht in Losser en omstreken. Beste Tony, u heeft zich op vele fronten verdienstelijk gemaakt en doet dat nog steeds. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. De volgende persoon die ik graag bij me uitnodig is Hans van Langen-Peters. Spannend? Ja. Is dat een beetje ingedaald? Het is allemaal met goede bedoelingen. Beste Hans, al jarenlang zet u zich belangeloos in als vrijwilliger en cijfert u zichzelf weg voor anderen. Hans, er zijn veel mensen die vinden dat Losser meer mensen zoals u nodig heeft. Ze zijn van mening dat u een bekroning verdient voor al uw werk. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Luiten Velders, mag ik u naar voren vragen? Klaar voor? Ja. Zal ik Luiten zeggen of Luiten? Gewoon Luiten. Luiten. Beste Luiten, ik wil graag even stilstaan bij uw lange staaf verdienst als vrijwilliger. Jarenlang heeft u zich ingezet voor de openbare orde en veiligheid als brandweervrijwilliger. En u bent niet alleen als brandweerman van grote waarde geweest, maar u heeft ook gezorgd voor sociale binding en betrokkenheid bij de vrijwillige brandweer in Losser. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd om te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Ja, ook als het
wil ik graag naar voren vragen Fanny Pasveer-Kubus. Lukt het? Dat weet je niet als er zo is gebeurd. Toen dacht ik, dat bestaat niet. Dat weet je wel. Maar je weet het echt niet. Geniet ervan. Beste Fanny. Actief en gedreven. Dat kenmerkt de manier waarop u zich afgelopen jaren heeft ingezet voor de gemeenschap van Losser. Het heeft zijne majesteit koning Willem Alexander behaagd te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Mooie bloemen erbij. Dankjewel. Een mooie foto. Bloemveer op rechts. Volgende die graag naar voren wil vragen is Peter Hering. Laten we beginnen bij de Koninklijke Landmacht. U bent nu met pensioen. U was luitenant-kolonel bij de Genie. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, je hebt de tijd volgens mij. Volgens mij hebben de meesten gewoon vrijgenomen vandaag, toch? Heb je verleden daar? Zou ik in ieder geval gedaan hebben. Ik wil graag naar voren roepen Truus Snippert-Wilman. Laat een beetje. Beste Truus, ik heb begrepen dat u een gemotiveerde en hardwerkende vrouw bent die veel tijd en energie geeft om anderen te helpen. Niets is u te veel. U staat altijd voor anderen klaar en biedt een helpende hand aan iedereen die het nodig heeft. En u vindt uw inzet waarschijnlijk als de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het niet. Er heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte. Last but not least vraag ik de heer Nico Weda naar. Beste Nico, het zal ondertussen denk ik wel ingedaald zijn en niet meer verrassen, maar u verdient vandaag een onderscheiding. Hospitality Manager, betaalde voetbalzaken, SV De Lutte. Zult u zo'n... past ook op zo'n speltje, denk ik. En met name vanwege uw bijzondere, onvermoeibare inzet bent u een voorbeeld voor anderen. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Thank you.
Aan de rechterkant. En die slaat mee. Die slaat. Sorry? Oh, ik snap dame nou heel klein, die rode iets, die kan dus, ja, perfect. Die meneer, hier is de windscheun, perfect, ja. Laatste keer. Oh, laatste keer. Heb ik, dankjewel. Dankjewel. Dag was er ook een boerenmarkt. Het was een groot succes met heel veel plezier voor jong en oud. Het weer was goed, leuke kramen, veel activiteiten en overvolle horeca. Kortom, altijd een gezellige sfeer in Hartje Losser. RTV Losser was er weer bij en geniet van de volgende reportage. Ja, we zijn vandaag op de Boerenmarkt en die is speciaal, want de koning is ook jarig, 27 april. En er zijn spelen, kinderspelen, vanmorgen was de vlag hezen voor de koning. Nou, en de Boerenmarkt is ook al op mooi dat je er bent, met allerlei streekproducten. En we doen een paar kleine interviewtjes en kom gewoon eens een keer kijken, de laatste zaterdag normaal van de maand. Kleine warming-up doen. En die doen wij op Bewegen is Gezond. En na de warming-up doen wij de koningsdans van dit jaar. Dus ken je de dans? Papa's, mama's, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, opa's, oma's. Wie dan ook, dans dan lekker mee. Hey, jullie mogen je omdraaien, want wij gaan die kant op dansen. Yeah.
Sorry. Zo. Mogen jullie hier wat uitzoeken? Ja. Ja? Ja. Nou, zitten er leuke dingen tussen? Ja. En hebben jullie al met de brandspuit gedaan? Nee. Nee? Ga je dat nog doen zo? Ja. Ja. Ja? En jullie dan? Hebben jullie met de brandspuit gedaan? Ja. Ja? Hoe is dat, zwaar of? Ja, heel erg. Ja? Ja. Kun je naar de camera kijken dan? Zie je nog? Ja? Ja. En dan moet je op die kloon daar spuiten? Ja, moet je in de oogjes gaan proberen te richten. Te richten, oh ja. En is dat zwaar? Dat... Ja. Ja? Val nog wel mee. Hoe is jouw naam? Mout. Mout? Oké, bedankt. Hey, we staan hier bij de plaatselijke brandweer en die doet een waterspelletje. Ja, we doen een waterspelletje met de kinderen. We zijn aan het spuiten op een bord. Dan kunnen ze even voelen hoe dat is met een straal in de handen. En dan, hoeveel weerstand dat is? Hoeveel gewicht en hoeveel weerstand dat die tegendruk geeft. Heel leuk dat jullie hier zijn. Ik vind het hartstikke mooi. Ja. Het is leuk voor de kinderen. We proberen natuurlijk ook ouders te enthousiasmeren voor de brandweer, want we zoeken nog vrijwilligers. Ja. Dus tegelijkertijd dat we met de kinderen in de weer zijn, kunnen we de ouders aanspreken als ze interesse hebben om bij ons bij de brandweer zich aan te melden. Ze zijn van harte welkom. Ja. Dus, hey, succes met de kinderen. Dankjewel. Yo. Nou, hoe was het net in de brandweerauto? We zagen heel veel knapjes en de sirenes. Ja? Heb je die ook al aangezien? Nee. Nog meer? Nog meer. Nee. Nee. Ja. Dus het is wel leuk, hè? Ja. Heb je ook met de brandweerspuit gedaan? Nee. Nog niet? Nee. Ga je dat ook nog doen? We hebben vanmorgen ook al een keertje gedaan, hè? Ja? Met de slangspuit. Ja. Het is wel leuk hier, hè? Ja. Heb je ook wel andere spelletjes gedaan? Ja. Ja? Heel veel, hè? Ja. We zijn nog even over de markt geweest. Ja, ook nog. Ja? Oh, leuk, of niet? Ja. Nou. Mag ik zo dingen optillen? Ik wil die pakken. Ja, dan moet je van de brandweer vragen. Ik ben niet van de brandweer. Ja, leuk. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hé? Ja. Hoe heet jij? Quinn. Jij bent? Quinn. 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 Oké, okay. Quinn, bedankt. Ja. Graag gedaan, zeg maar. Beetje bleu nog, hè? Het Thank you.
paling verkopen en broodje paling? Ja, broodje paling, ja. En filet. Oké. Ja, filet, hè? Ja, ja, ja. Gerookte. Oké. Okay. Ah, is Koningsdag zal er druk weer, nog niet? Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dus is één paling uit Boekerol? Ja, dit is van mijn zusje. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. En moet je daar meer op? Ja, maar dat is toch logisch? Ja, ja. Je helpt je zus toch even? Ja. Ja. Nou, loopt een beetje of... Ja, loopt goed. Ja? Ja. Als je maar kwijt bent vanavond. Ja, of niet dan? Ja. Anders moet je alles weer meenemen, dat is ook zonde. Ja. Nou, succes. Ja hoor, dank u wel. Ja. Oké, okay. Doei. Mogen jullie in de wandelwagen? Ja? Zou we denken, zeg. En dat is een microfoon. Mag ik dan een reclame maken voor Boer aan Huis? Circus. Ja? En waar is dat? Dat is een stichting, ja? Zonder winstoogmerk. En wij bezorgen producten van boeren, ondernemers en kwekers. Hier uit eerlijke de buurt? En allemaal hier uit de buurt. Ja. Ja. Okay. Bezorgen wij bij de mensen aan huis. Nou. En dat is mooi. Is er een site bij waar je kunt kijken? Waar jullie... Boeraanhuis.nl. Ja. En daar kunnen de mensen kijken welke producten we hebben. Sinds nu, vandaag, zijn er ook barbecue pakketten te bestellen. Okay. Dus voor de komende week... Kun je lekker in de tuin zitten met barbecue van jullie? Heerlijk, ja. Van Slagerij Buscher in dit geval. Oké. Okay. Ja. En daar staat kaas van Twents Trots. En die doen ook mee, die zitten ook hierin. Okay. Daar kun je de kazen dus ook van bestellen. Old Blank is hier ook, die zit hier ook bij in. Oké. Okay. Geweldig, hè? Ja. Top, hè? Nou, maar nou dank jullie wel. Foldertje mee? Zeker. En, alsjeblieft. Dank je. Succes goed ermee. Ja, jullie ook vandaag. Ja. Oké, okay, bedankt. Doei. Nou, we staan hier op de Boerenmarkt en we kwamen net iemand tegen van Boer aan Huis. En dan hoorden we dat jullie daar ook aan meedoen qua kaas. Ja, dat klopt. Wij maken onze kaas zelf bij ons op de boerderij. Het is biologische kaas. En we verkopen dat inderdaad ook via Boer aan Huis om ook zo de productie of de verkoop van streekproducten te stimuleren. Dus ja, het is een leuke samenwerking met verschillende bedrijven. En waar staat jullie boerderij, ik vraag maar? In de Lut. Wij zitten in de Lutte, tussen de Lut en Losse in. En ja, we hebben daar koeien en die voeren wij op een aparte manier. En daarom dat wij ook graag ons eigen product af willen zetten. Ja. Weidekaas en weer. Ja, ja, ook koeien in de wei, zeker. Ja, dat is mooi. Ja. Mooi sortiment, oude, jonge, belegen. Dus van alles heb je wel waar. Ja, we hebben inderdaad van alles. Hè. We hebben ook een winkeltje aan huis en daar verkoop ik ook nog andere soorten kruidenkazen. Dus zo doen we van alles. Alles op kaasgebied of ook nog andere dingen? Nu nog eerst kaas en ik zit wel aan te denken om in de toekomst ook vleesverkoop te gaan doen. Omdat wij we hebben wat dikkere koeien en die zijn ook zeker geschikt voor het vlees. Dus, En dat is aan de Luttestraat of? Aan de Hengeleurneweg is dat, aan de Lossense Straat, een zeeweggetje. Ja, nummer 2. Ja. Nou, dus mensen, een keer lekker een stukje kaas wil hem, even naar de Lutte heen op de fiets. Ja. Succes ermee, hè? Ja, natuurlijk. Heel bedankt. Bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Jo. Oké, kom hier op de Boerenmarkt ook allerlei borden tegen en attributen voor menkreef staat hierbij van allerlei borden, bier, cola en weet ik veel.
Ja, wij verkopen eigenlijk allerlei artikelen voor mancave. Dus gietijzeren openers, haken, maar ook borden. Zoals voor Grols, maar ook Heineken, maar ook Lipton. En dan eigenlijk om de, ja, een beetje je mancave aan te kleden. Ja. En we hebben ook bierdoppen, ook in allerlei verschillende merken. Ja. En de, daar staan we ook. En staan jullie iedere keer met de boerenmarkt? Of? We proberen wel elke boerenmarkt te staan. Niet elke boerenmarkt lukt. De volgende zullen er wel weer staan. Dus als er mensen zijn die wat zoeken, we zijn er wel bijna altijd. Ja. Ja, en allerlei maten of hele grote zie ik eigenlijk niet. Of wel. Ja, we hebben 20x30 is onze hoofd. En we hebben wel iets groter, 30x40 hebben we ook wel. Die staan achter mij. Ja. Maar ja, meeste is 20x30. Okay. Ja. En prijsjes zie ik... 2 voor 15 euro of zoiets? Ja, de metalen bottle 20x30 is 9 euro per stuk, 2 voor de 15. En de bierdoppers zijn 15 euro per stuk. Okay. Ja. En de grotere bottle achter mij die variëren een beetje tussen de 5 en de 15 euro. Okay. En allerlei En het gietijzer is ook tussen de, ja, die kleintjes, de handopeners zijn ongeveer 5 euro. En hier de wat duurdere, die zijn 7,50. Okay. Ja. Dus als je mancave op wil... pimpen, opknappen, wat leuks van wil maken, dan moet je even hier naar de boerenmarkt en even hier bij de kraam komen. Ja, zeker. Ja? Ja. Oké, okay, bedankt voor het interview en succes. Dankjewel. Nou, we komen hier op de markt van alles tegen. We komen hier ook een zanger tegen en dat is? Zangeroy. Oké, okay. En wat zing jij? Nederlandstalig, Engels? Nederlandstalig. Oké. Okay. Ik heb toen voor de organisatie Averlijn gedaan. Voor jonge mensen met beperking. Ja. Maar nu ben ik voor mezelf begonnen en het gaat goed. Oké. Okay. Ja. Nou, een klein stukje zingen. Zeker. Ja? Voel je vrij en ga op ontdekkingsreis met mij. Geef me weer over aan het gevoel en geniet samen met mij. Nou, stukje muziek erbij. Hey. Mooi. Hey. Nou, succes. Bedankt hè. Ja. Lossen. Hoi. Oké. Okay. Een kaartje. Je kunt mij ook op... Je hebt geen kaartjes. Ik kan hem wel op Facebook vinden. Oké. Okay. Zangeroy.nl. Nou, kijk even. Ja? Top. Hoi. Hoi. Dit was het weekoverzicht van RTV Losser. Dankjewel voor het kijken en graag tot volgende week.